Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering streeft naar spoedige implementatie CARICOM-vrij personenverkeer. En operatie Bitawiri moet leiden tot ordening centrale markt. De regering van Suriname streeft naar een spoedige implementatie van het vrije verkeer van personen binnen de CARICOM. Dit is een gezamenlijk besluit van de CARICOM-staatshoofden en regeringsleiders. De implementatie van dit besluit is een van de onderwerpen die op woensdag 31 januari is besproken tijdens de regeringsvergadering. Minister Stephen McAndrew is samen met zijn collega minister Rishma Koldiep-Singh namens Suriname belast met de monitoring. De bewindsman vertelt meer hierover in gesprek met de communicatiedienst Suriname. We zijn bezig met full free movement of persons in de CARICOM Single Market and Economy. Omdat onze regeringsleiders in juli vorig jaar tijdens hun reguliere meeting het besluit hebben genomen om te gaan naar volledig vrij verkeer van personen tegen maart 2024. Dus er is een intergovernmental taskforce samengesteld door het CARICOM secretariaat waarin alle lidlanden participeren. Die nu bekijken hoe ze dit mandaat van de CARICOM-staatshoofden kunnen implementeren. En ook Suriname moet zich daaraan houden. We hebben dus als regering besloten om ons te scharen achter het besluit van de regeringsleiders in juli vorig jaar. Dus we supporten, ondersteunen het besluit om te gaan naar full free movement of persons. Maar we zijn ook gevraagd, namelijk als minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en minister van Economische Zaken, op basis van onze verantwoordelijkheid voor vrij verkeer van personen, dat is arbeid, en de CSME, dat is ESOTI, om toch wel het gebeuren binnen de Intergovernmental Taskforce in de komende weken te blijven monitoren, omdat we toch wel opmerken dat er verschillende standpunten zijn bij lidlanden voor wat betreft het gaan naar volledig vrij verkeer van personen in de CSME. Een van de voordelen van volledig vrij verkeer is dat je toch wel geraakt tot die single market, waarbij alle factoren van productie, namelijk kapitaal, arbeid, vrijelijk kunnen bewegen in de CARICOM single market, op zoek naar economische opportunities, maar ook om economische activiteiten te ontplooien. Het zij als werknemer of het zij als ondernemer. Dus dat is in principe het wezenlijk belang van volledig vrij verkeer. Dat dienstverleners zich vrijelijk in de CARICOM single market kunnen bewegen, op zoek naar mogelijkheden om diensten te verlenen. Dat ondernemers die zich in andere lidlanden willen vestigen, dit ook vrijelijk kunnen doen. En een ander voordeel is dat personen die een job willen gaan zoeken in een ander lidland, dan dit ook vrijelijk zullen kunnen doen. Maar het gaat erom dat in alle drie gevallen men op zoek gaat naar economische activiteiten. Dus op dit moment is full free movement, is niet om je gewoon naar een ander lidland te verhuizen omdat je daar wilt gaan wonen. Nee, het moet zijn voor het ontplooien van economische activiteiten. Het vervolgtraject is zoals eerder gezegd, er is nu een intergovernmental taskforce. Een taskforce die samengesteld is door het CARICOM secretariaat, is bezig om te kijken hoe volledig vrij verkeer zo goed mogelijk geïmplementeerd kan worden in de gemeenschap. Er zijn landen die wat bezwaren hebben tegen volledig vrij verkeer. Ze denken dat ze overstroomd zullen worden door andere CARICOM-staatsburgers. Dus ook naar al dit soort zaken kijkt die Intergovernmental Taskforce. Ook naar toegang tot zaken als gezondheidszorg, onderwijs. Want dat is ook van belang, want meestal als mensen naar een ander lidland toe gaan, gaan ze met hun gezin. Dus die moeten dan ook in staat zijn om daar te kunnen werken. Maar als ze kinderen hebben, moeten die ook de mogelijkheid hebben om naar school te kunnen gaan. Maar en het gezin als volledig unit
moet ook in staat zijn om te kunnen genieten van gezondheidszorg. Wel, het besluit van de staatshoofden was dat maart 2024 volledig vrij verkeer een feit moet zijn. Dus daarom dat de Intergovernmental Taskforce nu toch wel haast erachter zet om dit te kunnen realiseren bij deze, op dat moment. Districtscommissaris Ricardo Bola van Paramaribo Noordoost zet zich in om ordening te brengen in de situatie bij de centrale markt. Een goed georganiseerde marktomgeving is volgens de burgervader essentieel voor de lokale economie en het welzijn van de samenleving. De districtscommissaris heeft daarom sinds kort de operatie Bitaweri gelanceerd. Behalve ordening streeft de burgervader naar een betere verkeersstroom en toeloop van marktbezoekers. Wij nemen u mee naar het volgende gesprek. We staan hier aan een van de bekendste plekken in Paramaribo. Ik denk de bekendste, dat is de Centrale Markt. We zijn voorlangs de waterkant. En zoals u ziet, zijn er wat ordeningsingrepen hebben plaatsgevonden. We zijn nog niet zo lang geleden begonnen. Het was omstreeks 15 januari, in het midden van de maand. En we zijn begonnen met de operatie Bitaweri. We hebben het zo genoemd omdat het gaat over de mensen die hier komen om groente en fruit aan te bieden. De groothandelaren. U kent de situatie voor die tijd. Eigenlijk afgelopen jaren hebben we hier voorlangs de waterkant een behoorlijke chaotische situatie gehad. Waarbij de mensen heel vroeg in de avond, rond 6 uur al kwamen. Vanuit Saramaka, Wanika, Komowijnen, noem het maar op. Om groente en fruit aan te bieden voor de samenleving, voor de mensen in Paramaribo. Op zich een goede zaak, want groente en fruit hebben we nodig. We zijn daar dankbaar voor. Alleen was het zo dat de mensen hier kwamen zonder daarvoor toestemming hadden. En als ze hier heel vroeg naartoe kwamen en ze hun producten gingen uitstallen op straat, dan begrijpt u dat het geen doorkomen was. U ziet nu dat het verkeer vlot kan doorrijden. En voor enkele weken terug, en dat weet de samenleving ook, had je enorme files hier. Gevaar voor de voetgangers, weggebruikers konden niet makkelijk rijden. Kortom, een complete chaos. Wat hebben we gedaan? Heel simpel. De nieuwe waarnemende marktmeester, de heer Santewi, en ik hebben een plan opgesteld samen met het crisisteam onder leiding van de heer Roosendaal. We zijn begonnen met de operatie Bitaweri, wat ik u zei. We zijn begonnen om eerst in ieder geval met de groothandelaren te praten. We zijn in gesprek gegaan, we hebben ze uitgelegd. Kijk, dit zijn de regels. Vanaf 15 januari gaan er andere regels gelden. We hebben daarvoor ze ook een schriftelijk schrijven doen toekomen. Dus men was voorbereid. En we hebben gezien dat de mensen hebben meegewerkt. Natuurlijk eerst heel traag, schorvoetend. En we hebben ze uitgelegd, kijk, u mag komen naar Paramaribo. U mag naar de markt komen. De markt gaat open. In principe vanaf 7 uur 's avonds. Dan kunnen ze naar binnen rijden. En daar worden ze ontvangen door de bewaking, de BBS'ers en zo. En de mensen kunnen daar in de ring, dat is de buitenring van de markt, kunnen ze alvast beginnen om daar hun producten uit te stallen en te verkopen. En dat mag tot 10 uur. Na 10 uur mogen ze hier dan komen op het parkeerterrein, zodat het verkeer vrij blijft. En dan komen ze op het parkeerterrein en dan kunnen ze daar beginnen van 10 tot 2 uur in de ochtend om te verkopen retail aan de mensen die daar groente en fruit nodig hebben. Sinds vorig jaar december heb ik de roer overgenomen. En ik ben met een plan gekomen en dat is ordening. Om de groothandelaren en de illegale straatventers aan te pakken. Want die zorgen voor chaos en verkeeropstoppingen en gevaar voor de samenleving. En dat kan niet, dat is onkan. Want het kan geen markt binnen zijn. Dan wordt de markt buiten geopend door illegale straatventers. En die vangen de samenleving op waardoor het aanloopt en het verkoop binnen de markt slecht aan toe gaat. En ook die groothandelaren die zorgen ook voor chaos. Buiten de markt heb ik ook aangepakt om binnen de parkeerplaatsen te mogen participeren om hun verkoop te doen. Een rol van de markt, operatie Bitaweri, is net als wat ik heb gezegd. Kijk, het is ordening. En dat moet er zijn.
Want zonder ordering dan loopt niets goed. Alles loopt mis. En u mag één ding weten van... tijdens mijn aantreden heb ik altijd gezegd van nee, dit chaos wil ik verwijderen. Want natuurlijk, ik als leiding van de markt, men verwacht heel veel van mij. En natuurlijk ben ik degene die werk van moet maken om dat alles in place te brengen. Het is een kat en muizenspel, dat is jaren, maar we zijn nooit moe van. Toch, we zorgen ervoor dat het gros die er waren, toch minder is gaan worden. Dus dat is dat ding. Toch, want het moment dat je ze aanpakt en je rug toekeert, dan zijn ze weer daar. Maar we zijn nooit moe van, we worden nooit moe ervan. En we blijven ze aanpakken totdat we ze gaan verwijderen. Ik vind het prima. Ik vind het heel goed. Georganiseerd, de politie is in beeld, RO is in beeld, crisisteam is in beeld. Toevallig vandaag ook de DC is ook in beeld. Ik vind het heel prima. Hoe was het voorheen en hoe ervaart u het nu? Waar was u vroeger? Langs de straat. Ja, tot nu toe ook, maar het hele verkeer een beetje gestremd. Die ging niet goed, maar nu hier is iedereen veilig. Langs de straat was het een beetje onveilig. Verkeerssituatie en allerlei berovingssituatie. Maar nu is het prima, vind ik het. En dat was Focus. Kijkers, mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.